Wat ik zo leuk vind aan dit type onderzoek is dat je allerlei teksten en filosofen bestudeert die misschien al 300 jaar niet meer in de aandacht hebben gestaan. Het atomisme, dus het idee dat de wereld uit atomen bestaat, was 350 jaar geleden een stuk controversiëler dan het nu is. Toen kon je daar zelfs voor in de gevangenis terechtkomen. En ik doe eigenlijk onderzoek naar de vraag hoezo dat was. Waarom de katholieke kerk, die de grootste tegenstander van het atomisme was, daar zo op tegen was. Hoe zij die ideeën onderdrukte en wat filosofen deden om toch hun ideeën over het atomisme met elkaar te kunnen delen. Mijn naam is Ted van Anolt. Ik ben onderzoeker hier in de geschiedenis van de filosofie bij het Centrum voor de Geschiedenis van Filosofie en Wetenschap aan de Radboud Universiteit. Voor mijn onderzoek begeef ik me vooral in een heleboel oude stoffige boeken, van dus soms wel 350 of 400 jaar oud. Ik heb het geluk dat veel van die boeken digitaal beschikbaar zijn. Ik probeer inderdaad die boeken te begrijpen, de argumenten die erin staan eruit te halen en die met elkaar te verbinden om zo tot een groter verhaal te komen over hoe die filosofie zich in die tijd ontwikkelde. Ik ben voor mijn onderzoek ook recent voor 2 maanden naar Rome geweest om een heleboel van die boeken die daar liggen fysiek te bekijken. En dat is ook erg leuk, omdat je toch aan fysieke boeken leer je altijd meer dan als je ze digitaal ziet. Want een boek heeft een bepaalde grootte of is kleiner. Een student heeft daar misschien 200 jaar geleden een keer een opmerking in gemaakt, die ook weer iets vertelt over hoe er met die boeken en hoe er met die ideeën om werd gegaan. Je kan vaak zien welke pagina's meer gelezen zijn dan andere. Dus dat was erg inzichtelijk voor mij om ook weer mijn onderzoek verder uit te werken. Het doel van mijn onderzoek is om erachter te komen hoe de ontwikkeling van het atomisme in de tweede helft van de 17e eeuw liep. Met dus de druk van de kerk om dat te voorkomen. En toch zien we uiteindelijk, ja, we hebben nu allemaal nog steeds het idee dat de wereld uit atomen bestaat. Dus uiteindelijk is het toch gelukt om die filosofie verder te verspreiden.